Hey Lietje, kijk nu weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben zenuwachtig, want het gaat weer gebeuren. Ik ga mijn wenkbrauwen weer laten doen. Jullie zien het nu niet zo goed, want ik heb mijn bril ervoor. Maar dit zijn mijn wenkbrauwen. Ik heb niet zoveel wenkbrauwen en misschien weet je dat wel als je me wat langer volgt. Ik heb al eerder een keer mijn wenkbrauwen laten doen. Door middel van microbladen. Dat. En ik ga jullie weer meenemen. Zico gaat mee, want die gaat voor mij filmen. Dus dan kunnen jullie het allemaal goed zien. Ik ben super benieuwd. Niet zoveel zin in de pijn, want op zich deed het vorige keer best wel veel pijn. En we gaan nu juist wat dieper. Want we gingen er even achter komen of ik er wel goed tegen zou kunnen met mijn verschrikkelijk irritante, super gevoelige huid. En ik had nul problemen. En dus nu gaan we voor de real deal. En ze er echt in knallen. En ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig. Let's go. Inmiddels ben ik in de auto met Zico. En ik bedacht me net, ik keek net in de spiegel nog heel eventjes. Misschien hebben jullie zoiets van, hè, maar je hebt toch op zich best wel veel wenkbrauwen vandaag. Nou, wat ik altijd doe is een mascara die denk ik al 2 jaar op is. Zeg maar nog proberen iets eruit te lepelen. En dan mijn wenkbrauwen nog wat donkerder te maken. En dat is dus een oude zwarte mascara. Dus ik gooi er altijd zwarte mascara nog op. Stom, hè? En misschien als ik je nu een beetje dichterbij haal, zie je wel wat voor huid ik heb. En dat het dus niet zo heel denderend is. En voor de mensen die mij niet kennen. Ik zou natuurlijk inderdaad mijn wenkbrauwen kunnen bijtekenen. Maar ik kan helaas niet tegen make-up. Natuurlijk heb ik nu lipstick op, maar dat is niet mijn directe huid. Dat zijn mijn lippen. En ik heb mascara op, maar dat is nogmaals niet mijn directe huid. Dus bijvoorbeeld foundation, blush, concealer, poeders. Allemaal dat soort dingen draag ik nooit. Heb ik ook nooit gedragen. En vandaar dat dit voor mij echt een perfecte oplossing is. En ook al draag je wel make-up, is het ook een perfecte oplossing. Omdat sommige mensen zijn gewoon lekker lui en die willen niet hun wenkbrauwen doen elke dag. Ik kan niet wachten totdat ik dus wenkbrauwen weer heb van mezelf. Nou ja, van mezelf. Je begrijpt wat ik bedoel. Zijn we? Oh, ik krijg een druppel in mijn gezicht. Ik ben net binnen. Ik heb nu verdoving al. En net weer helemaal moeten lachen. Het is echt zo gezellig altijd hier. Het zit je al te raar. Het trekt wel helemaal in. Ik ben een beetje zenuwachtig. Echt waar? Ja. Alweer. Ja, vorige keer ook al. Hè? En we hebben het net even over gehad. En we gaan nu dus wat, ja, niet dikker. Wel, nee, wat duidelijker. Hoe noem je dat? We gaan nu wat duidelijker maken. Wel duidelijker maken. Kleur ook wat donkerder. Ja. Want vorige keer... kleur nu wel meer. Ja. We hebben het helemaal getest. En nu, ik had geen allergische reactie. Of het ging gewoon helemaal goed. Scherpt inderdaad. Maar... Ben jij ook afgevallen? Beetje. Ja, wel. Je ziet er echt goed uit. Ik heb nu echt zo'n beide tranen aan. Ja, lekker. Ja. Ik heb alleen maar tranen. Ik heb... Dit was een beetje je vorm, maar ik heb een heel klein beetje hier wat haartjes weggehaald en hier. Ja, ik zie het, ja. Die streepjes ga je niet zien. Nee, ja? Daartussenin zit het dan, daartussenin, toch? Ja. Ja. Deze loopt iets hoger, lijkt het, hè? Vind je niet? Dat hier. Ik voel het epileren al. Ja. Nu denk jij echt, wat gaat er gebeuren? Hier kan je niet doorheen kijken, hè? Oké, ik heb nog een verdoving erop gehad en nu gaan we beginnen. Dus ik ben helemaal benieuwd. Echt spannend. Oké. Oh ja, chill. Ja? Ja. Oké. Met een beetje tranen. Traanogen. Mijn gevoel was dat echt iets van vroeger, zo'n rood potlood lijntje hadden mensen. Heel mooi. Nu is het echt heel anders. Ja, het is echt anders. Heel mooi op. Dat je meer een beetje een duidelijke lipvorm krijgt. Ja. Ja. Kijk eens. Wow. Heftig, hè? Ja, dat is echt heftig. Ik denk dat Zico ook echt geschrokken is. Ik zei ook niks. Ja, maar het begint zo. Dat gaat 50 tot 70% minder worden. Kijken. Ja, maar nu heb je echt wenkbrauwen, hè? Ja. Ja. Zo. Het is echt meer inderdaad dan vorige keer. Ja. Komt goed. Ja, nee, maar juist goed. Dit is juist mooi. Ja. Echt bizar. Niet loslaten. Dat is mijn telefoon nog. Ja, daarom zeg ik het ook. Oké, het is inmiddels alweer donker buiten, dus je ziet niet zo heel veel. Maar ik ben heel erg blij en ik ga jullie zo meteen eventjes wat meer vertellen. Want het regent en we gaan rijden en ik ben in ieder geval heel blij. Oké, het is nu 3 uur geleden en ik ga een beetje bij mijn filmlamp staan zodat jullie wat kunnen zien. Dat het wat beter te zien is. Wacht. Ik kan ook gewoon de lamp draaien in plaats van zo dom te doen. Oeh, fel. Ja, het is dus ontzettend dik en ontzettend heftig. Het is net gewoon alsof je je wenkbrauwen gaat verven en je hebt de verf nog niet afgehaald, zeg maar. En we zeiden het net ook allemaal, het is net alsof je gewoon stickers erop hebt geplakt. Maar zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gehoord, het wordt nog 70% of in ieder geval 50 tot 70% minder. Maar in mijn geval zal het wel echt 70% zijn, omdat ik natuurlijk een bepaalde huid heb en hè. Dus wat je nu wel ziet zijn bijvoorbeeld hele harde lijnen nog. En dat het erg rood is, want het heeft erg gebloed natuurlijk ook. En het is erg dik. Ja, dit is gewoon dik, hè? Alsof je een soort van kneuzing hebt. Dus überhaupt is het gewoon heel dik, omdat het gewoon ja, een wond is. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik zit ook even echt naar mezelf te kijken hoor. Ik zie ook echt allemaal al die stipjes, zeg maar. Dus allemaal bloedplekjes. Ja, en wat we nu dus zien is dus goed de vorm. Die lijnen gaan dus nog, die harde lijnen gaan wat vervagen. En het gaat zelf gewoon lekker vervagen, waardoor het een natuurlijke look heeft. Alsof het een beetje, nou, poeder wil ik niet zeggen, maar wel gewoon natuurlijk. Ik weet niet wat dit is. Maar het is nu 3 uurtjes geleden dus. Volgende update die ik jullie ga geven is gewoon morgen, overmorgen, dag daarna. Heftig weer. Want ik heb dit natuurlijk al een tijdje geleden gehad. Confronterend zo'n lamp. Ja. Nee, ik wilde zeggen dit zal wat beter, maar dat is niet waar. Oké, ik zie jullie weer met de volgende updates. En dan gaan we gewoon even lekker snel en vlot doorheen. Maar dan gaan jullie het zien. Lawrence oprotten! Nee! Oké. We moeten er nog promo maken. Lawrence, ga weg! Lawrence, dit is niet een vlog. Wat is het dan? Update van de wenkbrauwen. Ach, laat maar. Gezien ik onderweg ben in de auto, de volgende update krijgen jullie in de auto. Dit zijn ze nu, ik ga wel even inzoomen. Heel heftig. Het is nog erg donker. En op het moment... Ja, de pijn is bijna weg, zeg maar. Of in ieder geval soms is het nog gevoelig. En het is zo heftig voor mij, omdat ik gewoon eigenlijk geen wenkbrauwen had. Natuurlijk. Het is zo heftig. Ja, ook voor Zico. De korstjes gaan eraf. Dit is het moment dat ik echt denk... Kijk maar, je gaat nu echt soort van Dalmatier wenkbrauwtje zien. Oké, misschien zien jullie wel in ieder geval nog een paar, ja, toch wel donkere plekjes. Dat is nog een korstje die er nog niet af is. Aan deze kant is het bijna niet eraf, maar deze kriebelt ook niet, dus zit ik niet zo heel veel aan. En aan deze wenkbrauw zit ik best wel vaak. En daaronder blijft dus een beetje een soort van ja, kleurtje achter, een beetje een poeder. Dus ik ga de verkeerde kant op. Dus dat was deze update. Voor de laatste update zit ik even echt voor het raam, dus met een prachtige achtergrond, milieus. Maar ik denk, hier kunnen we gewoon het beste zien hoe het er nu uitziet. En het is nu 9 dagen geleden. Eigenlijk ziet het er precies hetzelfde uit als gisteren. Ik zou op zich nog wel 1 dagje kunnen wachten met de update. Maar ik dacht, ja, dan kan deze video gewoon op zondag online. En dan kan ik jullie gewoon verder updaten in de aankomende weekend, vlogs. Dus top. Ik ga jullie heel veel inzoomen naar mijn wenkbrauwen. Inzoomen is het enige wat ik niet zo heel leuk vind van deze video's. Nou, dit zijn dus nu mijn wenkbrauwen. En ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Het is best wel licht op het moment. Lichter dan in het begin natuurlijk. Het is helemaal niet meer dik. Het is heel erg natuurlijk. En ik heb expres even deze plukjes gedaan, zodat je gewoon goed kan zien wat de kleur is van mijn wenkbrauw naast mijn haar. Ik vind dat het gewoon echt bijna gelijk is. Helemaal als je hier een beetje naar kijkt. Echt heel erg nice. En ja, je ziet eigenlijk nog wel dat er wat een paar dingen waarschijnlijk nog een beetje wat minder gaan worden. Echt de hardere, donkere stukjes. Maar hier aan de onderkant een beetje, denk ik dat het nog wat lichter gaat worden. Maar ja, ik ben echt wel blij verrast eigenlijk. Dat het gewoon nu nog zo is. Ik weet niet of jullie de... Oh. Ik weet niet of jullie de video hadden gezien van vorige keer dat ik dit had gedaan. Ja, ik ben echt heel erg blij nu. Ik heb gewoon wenkbrauwen. En ik ben er nu ook echt heel erg aan gewend. Ik keek ook net een videootje van in mijn telefoon gewoon. Waar ik nog geen wenkbrauwen had. Of in ieder geval mijn eigen wenkbrauwen gewoon had. Dus bijna geen wenkbrauwen had. Nou, en daar had ik echt zoiets van, oh nee, ik ben echt blij dat ik nu wel wenkbrauwen heb. Ik vind het gewoon heel veel mooier. En als ik bijvoorbeeld mijn bril op heb, dan heb ik ook nog wenkbrauwen. Want meestal had ik dan heel erg geen wenkbrauwen. Ja, ik ben wel heel erg blij ermee eigenlijk. Het is echt, het tekent echt veel meer mijn gezicht. Mijn gezicht spreekt naar mijn gevoel veel meer. En ik ben dus echt heel erg blij. Oké, over 4 weekjes, iets minder trouwens, want het is natuurlijk al, tijd gaat snel. Over 3 weken moet ik weer terug. En dan gaan we gewoon heel even kijken naar dingen die inderdaad een beetje vervaagd zijn. Hier zie je dat het iets minder is bijvoorbeeld. Aan deze kant vind ik niet heel erg veel dat er vervaagd is. Maar wie weet valt er hier nog wat weg, weet je wel. Of in ieder geval... Of ik doe even mijn gezicht heel raar. Nou, dan zie je misschien wat lichtere plekjes. Die worden dan... Oh, dat kriebelde. Die worden dan ja, weer een beetje aangestipt. Weer een beetje opnieuw. Dus dan wordt het even een beetje bijgewerkt. Maar ja, dat zien we dus ook pas over een paar weken. En dat zal ik in een weekvlogje doen. Niet een hele los video, want ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga nog even... Kan ik nog iets meer uitzoeken? Nee. Nieuwe lens. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik er zo blij mee zou zijn. Ik had wel op een gegeven moment trouwens, volgens mij was dat zelfs bij dag 4 of 5 al zoiets van, oh, het hoeft al niet minder voor mij, het hoeft niet minder voor mij. En toen werd het nog minder en dan gingen de korstjes eraf en toen dacht ik, oh jawel, dit moest wel. Dit moest wel, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat in de comments heel even weten wat jullie ervan vinden. En ik zal de website en de Instagram van de salon waar ik heen ben geweest eventjes in de beschrijving zetten. Gdem, super bedankt voor deze super mooie wenkbrauwen. Ik ben er echt heel erg blij mee en ik zie je snel. En ja, bedankt voor het kijken, guys. Ik zie jullie ook weer heel erg snel. En dat zal, wat voor dag is het? Zondag, woensdag zijn. Met een hele leuke weekendvlog. En ja, laat in de comments vooral even weten wat je ervan vindt. En ja...